Goedendag mensen. Hier heb je het beeld en de stem van Milano. De school begint over enkele dagen weer. Zo, vanaf woensdag Temerailonto in Paramaribo, dan je ziet drukte op bepaalde scoren. Dan vraag je nou af van wachten. Is de school al begonnen of zo? Nee, dat is niet het geval. Men is al ruim een week van tevoren zaken in orde te stellen. De scholen schoon te maken, de lokalen. Men is gewoon bezig zich te oriënteren op de scholen. Zodat at deze score begin, ja, alles gewoon in place. Goed zo. Mijn compliment daarvoor. Jammer. Maar, mijn vraag aan de Surinaamse overheid is: nog hoeveel jaren heeft de Surinaamse overheid nog nodig om ervoor te zorgen dat scholen in het hele land ook zo worden behandeld? Nog hoeveel jaren heeft de Surinaamse overheid nog nodig om ervoor te zorgen dat de scholen van Paramaribo en omgeving ook gelijkwaardig gesteld zullen of moeten worden aan de scholen van ons mooi binnenland? Wanneer zal de Surinaamse overheid ervoor zorgen dat het niveau van het binnenland onderwijs opgekrikkeld zal worden naar het niveau van Paramaribo en omgeving? Ik kan zelf daarvan praten. Het niveau, er is een heel groot verschil qua niveau Paramaribo omgeving en binnenland. Ik heb zelf mijn lagere school in het binnenland afgemaakt. Bij mijn terugkeer in Paramaribo, geloof me, bijna minder bij verstaan niks. Agenslik nou wat te trassen. Dus agenslik mik mopo na derde klas lagere school drapen en patsboemi door een middelbare school ja zo. Zo verschil, zo groot was het verschil. Maar gelukkig, gadom ik milik wan konboy, daarom mi meken go moro fara. Want geloof me, je goes doi wan klas da bijna niks in verstaan. Maar ala de trap ting, voor Paramaribo en omgeving, hebben zelf de lagere school afgemaakt. Of afgerond. En de mij verstaan alles aan jou, na geestelijk na voor het eerst is je bepaalde zijn. Maar sabi, door koni dan a wijsheid zijn gado gimme, dan te zorg me wat zijn wat leesje to leesje dan me begrijp ik bang. De meeste kinderen van die tijd, geloof me trouwens rond eerste klas Milo of LBGO of technische school afschrijving. Dan ik kapot alle soorten factoren, liefst woonomstandigheid en zo, die dat en zo. Maar aan niveau, nou one of the biggie probleem in Foro voor de Ching, die Libi. Overheid, nogmaals, jaar in, jaar uit, asan deso, takite scoro e biggie in Paramaribo, binnenland, na soms bakawa wiki, soms refi bakato wiki, daar zijn die leerkrachten nog niet voltallig. On ting wie op beschouw a heer kondere taki na asem kondere ude na asem onderwijs ala dem ching moes geniet. U teke disi echt serieus en u rokoneer tapo. Surinaamse overheid. Goedendag mensen. Hier heb je het beeld en de stem van Milano. De school begin over enkele dagen weer. Zo, vanaf woensdag
te me reilonto in Paramaribo, dan je si drukte tap bepaalde score. Dan vraag je nou af van wakte. Is de school al begonnen of zo? Nee, dat is niet het geval. Men is al ruim een week van tevoren zaken in orde te stellen. De scholen schoon te maken, de lokalen. Men is gewoon bezig zich te oriënteren op de scholen. Zodat at deze score op begin, ja, alles gewoon in place. Goed zo. Mijn compliment daarvoor. Jammer. Maar mijn vraag aan de Surinaamse overheid is: nog hoeveel jaren heeft de Surinaamse overheid nog nodig om ervoor te zorgen dat